we willen graag een weg inslaan om meer te weten te komen wat Learning Analytics kan betekenen voor onderwijsontwerp met ICT. En daarvoor hebben we twee docenten gezocht, één bij de VU en één bij de UvA, die meer wilden weten over hun leerproces bij een vak. We hebben onder andere een enquête gehouden onder de studenten die meededen aan die twee vakken. En er kwamen een aantal interessante dingen uit. En het eerste was toch wel dat ze vooral heel erg enthousiast en positief waren over de mogelijkheden die Learning Analytics voor hun kon bieden. En dan met name over het vergelijking tussen hoe zij het nou doen ten opzichte van die groep. En eventueel pointers en feedback te krijgen over hoe zij nou anders zouden kunnen studeren of welke leermiddelen ze nou bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken. Daarnaast gaven ze ook aan dat er toch ook wel zorgen waren. En met name dat ze niet de controle zouden hebben over waar die informatie naartoe zou gaan. We hebben op de y-as hebben we de studenten geplaatst die meedoen met dit vak. Op de x-as zien we hier de dagen van de maand. En elke keer als we een stipje hebben neergezet, dan heeft die specifieke student op die dag een leerobject bekeken. En hoe groter die stippen zijn, hoe meer leerobjecten hij op die dag bekeken heeft. En wat we dan hebben gedaan, we hebben de kleur die elke student heeft, dus de kleur van alle stippen van die student, hebben we laten corresponderen met het cijfer wat hij heeft gehaald voor zijn tentamen. En wat een docent hier zou kunnen zien, is dat bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde leerobjecten met name wordt gedaan door goed scorende studenten. En natuurlijk is het ter ondersteuning van andere signalen die je hebt, maar als je als docent je vak goed kent, dan kan je hier toch een inzicht krijgen in hoe bepaald lesmateriaal zich nou verhoudt tot het eindcijfer. Door met Learning Analytics te kijken, kan de docent op het moment dat het vak loopt, zien waar studenten mee zitten. En hij kan dan, of zij, op dat moment nog een aangevuld lesmateriaal aanbieden of een lesmateriaal verbeteren of ook face-to-face met studenten iets verdiepen. Wij hebben gekozen om het Early Warning System, wat al in Blackboard zit, eigenlijk te gaan gebruiken en te kijken van wat voor nut heeft het voor de docenten met betrekking tot Learning Analytics, met het bijsturen van de studenten. Dan heb je hier een student die te laat is geweest en die heeft van de docent dus ook een waarschuwing gekregen dat hij te laat was. Feedback zie je snel al als iets negatiefs, maar je kan het juist ook andersom zien. En dat heeft de onderwijskundige die in het project zat ook eigenlijk benadrukt. Van je moet eigenlijk het positief feedback geven is nog veel belangrijker. Als studenten wel op tijd zijn met hun opdrachten, kan je daar feedback op geven. Inhoudelijke feedback is zelfs nog belangrijker. En dat kan je juist positief zien als een steuntje in de rug om zo door te gaan. De studenten geneeskunde in Nederland in 5 instellingen maken samen een voortgangstoets. De resultaten van die voortgangstoets die presenteren wij in een systeem dat heet PROF, waarbij studenten online de vorderingen in hun kennis kunnen bijhouden. In dit project hebben we gekeken hoe studenten dat PROF-systeem daadwerkelijk gebruikt hebben. En we zien dat voor korte sessies van lengte 1 studenten met een goed daar vaker inzetten en sessies met een lange lengte, meer dan 20 pagina's, daar zitten juist meer onvoldoende studenten. Dus dit zegt dat studenten met een onvoldoende langer in PROF zitten dan studenten met een goed. Doordat wij dus de data uit de voortgangstoets en de data van het gebruik van het PROF-systeem samen hebben kunnen gebruiken, hebben we daar onder andere uitgeleerd dat het gedrag van studenten die een voldoende of een goed halen op de voortgangstoets anders is dan studenten die een onvoldoende halen op die toets. In Pinpoint richten wij ons op het analyseren van aantekeningen die middelbare scholieren maken in digitale lesboeken. Leerlingen kunnen daar ook aantekeningen maken door middel van een soort geeltjes, digitale geeltjes, een prikker die ze plaatsen. En die database met al die prikkers, die zijn wij gaan analyseren om inzicht te krijgen in hoe leerlingen nou eigenlijk omgaan met dat digitale lesmateriaal. Nou, een van de mogelijkheden van Pinpoint is het zoeken op termen. Dat kunnen inhoudelijke termen zijn, zoals vulkaan bijvoorbeeld. Kunnen ook algemene termen zijn, zoals snappen. Als je dus een cluster van snappen op een aantal pagina's vindt, kan dat een indicatie zijn dat bijvoorbeeld het onderwerp onduidelijk is, of dat er een stukje tekst is wat heel moeilijk is. En sommige leerlingen gebruiken het woord snappen ook om aan te geven van, dit moet je snappen voor de toets. Dus het is voor een docent kan dat een aanleiding zijn om daar nog eens wat extra uitleg te geven als hij iets dergelijks vindt. Het idee van vak voor vak was om eigenlijk bestaande informatie
die verborgen ligt in IT-systemen, over de kwaliteit van het onderwijs, de voortgang van het onderwijs, op een makkelijke manier beschikbaar te maken voor studiecoördinatoren en onderwijsmanagers binnen een opleiding. Met die kleine pilots die we nu gedaan hebben, bleek gelijk al dat er binnen onze organisatie enorm enthousiast gereageerd werd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat onze vak-voor-vak applicatie gewoon breed uitgerold wordt binnen de universiteit. We've been working on a curriculum mining project. And the goal was to develop a tool which would help students to become more aware of different possible learning paths they can take. And then students can check different kind of relationships between the courses. Consequently, they can take some advices or recommendations from our tool, which courses to follow and how to proceed. We really believe that it's a good time to focus on the development of these practical tools, which would be used by many students at many universities, and it would help educational management as well. We hebben een prototype ontwikkeld van een dashboard voor studenten. En dat is een dashboard wat feedback geeft over gedragingen die ze hebben verricht op de online leeromgeving, in dit geval Blackboard. We hebben een kleine enquête gedaan onder docenten en dan merk je dat er docenten zijn die enthousiast zijn en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van Learning Analytics. Maar er zijn ook docenten die heel terughoudend zijn. Wat ik een hele belangrijke les ook daarbij vond, is dat introductie van Learning Analytics in het onderwijs echt een heel groot punt van aandacht is. Dus dat moet je heel zorgvuldig doen. Dat kun je niet zomaar neerleggen van dit presenteren we en doe daar iets mee. Maar besteed echt aandacht aan ook de didactische waarde die dat kan hebben.